Ik sta hier bij 3 apparaten, een metalen en 2 Big Green Eggs. De metalen apparaat is niet om iets negatiefs over te vertellen. Wat ik wil laten zien is hoe zo'n barbecue met deksel, hè, waar je dus onderin de houtskool verbrandt. En bovenin heb je luchtgaten waarmee je de convectie kan regelen, dus de temperatuur enigszins kan regelen. Dat lijkt in principe best wel veel op een Big Green Egg in de manier waarop die verbrandt. Alleen het materiaal maakt een wereld van verschil. En daarom wil ik iets over vertellen. En dan wil ik ook nog iets vertellen over de levensduur. En daarvoor heb ik mijn 11 jaar oude medium bij. Dit is een barbecue uit de jaren 50. De eerste Kamado's die kwamen ook op de markt in de jaren 50. Deze is gemaakt van staal, zoals je ziet. Aan de buitenkant een klein beetje aluminium om te voorkomen dat die roest. Onderin ligt de houtskool en dan kan ik halverwege hier kan ik een hitteschild maken. Dat lijkt heel erg op een Big Green Egg. Alleen het grote verschil is dus, dit is een heel dun metaal. En hij is, als ik eerlijk ben, zo lek als een mandje. Als je dat vergelijkt met een Big Green Egg, 3 centimeter keramiek. Die keramiek is niet alleen heel belangrijk voor de dikte van de massa van het materiaal, maar ook de eigenschappen, de hitte-eigenschappen van het materiaal, die doen mee in de bereiding en uiteindelijk de kwaliteit van je product. De eerste kleikamado's die kwamen uit Japan en China en die werden van een natuurlijke klei gemaakt, een rivierklei, en daar zaten dus oneffenheden in. En daardoor, door grote hitte, konden ze scheuren. Toen Big Green Egg begon, toen waren ze op zoek naar een technische keramiek. Deze keramiek, zoals die nu is, is in de jaren 70 en 80 ontwikkeld. Wordt gemaakt in een fabriek in Mexico. En zoals je ziet, heeft het een hele fijne structuur. Daardoor kan het gelijkmatig uitzetten en krimpen zonder dat je scheuring krijgt in je keramiek. Deze keramiek die houdt een bepaalde warmte vast. Dat is de NASA-techniek, hè? Dus het onderzoek naar een hittebestendige keramiek die wel vasthoudt en een deel doorgeeft. En daardoor krijgt hij ideale warmte-eigenschappen om de beste producten te bereiden. De oprichter van en de eigenaar van Big Green Egg, Ed Fisher, die is op zoek gegaan. En toen heeft hij een fabriek gevonden in Mexico die state-of-the-art keramiek kon produceren. Mexico is van traditie al een heel lang een keramiek land. En diezelfde fabriek die produceert nog steeds de Big Green Egg. Waarom mag ik dit zeggen over de keramiek van Big Green Egg? Ik heb hier een gloednieuw apparaat. Hij heeft een nieuw onderstel, een nieuwe dop, maar dat maakt eigenlijk niet zo gek veel uit in de werking van de keramiek. De keramiek is hetzelfde gebleven en als bewijs heb ik hier mijn eigen oudste Big Green Egg staan. Deze is van mij, die heb ik nu 12 jaar en ik werk er nog bijna elke dag op, met plezier. Dit was iets over keramiek. Als je iets meer wil weten, dan hebben we andere video's gemaakt en die kan je hier bekijken.